Hallo daar, alle lovely Rita's van de wereld, kijken jullie ook? Maar als je geen Rita heet, kijk dan ook maar even hoor. Ik ga het nu hebben in Beatlemania over het nummer Lovely Rita. En welke mysterieuze rol speelden kammetjes en vloedjes in deze aflevering? Ik ben Jan van Dijk, formatontwikkelaar voor YouTube en voor tv-programma's. Daarnaast ben ik Beatles-fan en reuze enthousiast om jou iets te gaan vertellen over de Beatles. Als je dat leuk vindt, abonneer je dan even op die knop onderin hier in beeld en word lid van mijn kanaal. Het gaat om het nummer Lovely Rita. Opgenomen in maart 1967 en uitgebracht op de LP Sgt. Pepper. Wat gebeurde er allemaal? Tja, ik zal het je vertellen. In de 60e jaren kocht Paul McCartney een huis in de St. John Wood regio in Londen. En op een dag kreeg hij daar een bekeuring. Een bekeuring van ene Meta Davis. Tja, en later schreef hij op de LP het nummer Lovely Rita. En die Meta, die werd ineens wereldnieuws, jongens. Wereldnieuws. Want, ze zei, ik ben Lovely Rita. Meta Davis. Hij heeft het over mij. En ik heb Paul bekeurd. En hij was hartstikke aardig. En we hebben nog samen een beetje zitten babbelen. Ik ben echt de inspiratiebron van Lovely Rita. Mijn god, Paul zei nee hoor, echt niet, echt niet. Er klopt geen hol van. Ik ben misschien wel bekeurd door haar. Het zou best kunnen, ik weet het niet meer. Wat ik wel weet, hoe ik aan de inspiratie kwam van dat nummer. Dat was namelijk dat ik een artikel las over vrouwelijke parkeerwachters in Amerika. Die hadden we toen nog niet. En ze noemden ze daar metermaids, metermeisjes. En toen kwam ik op dat idee. En ik dacht, dat is een leuk onderwerp. En daardoor maakte ik het nummer metermaid. En als leuk bijkomstigheidje verzonnen ze, de Beatles, dat je daar met een kammetje en een vloedje op mee kon spelen als een soort kazoo effect. Dus er staat in, wiet, 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 wiet. Dat hoor je nog steeds in de opname. Er is nog iets leuks te melden over dat nummer. Er zit een piano solo in en George Martin heeft hem eigenlijk veel te snel opgenomen en later weer vertraagd teruggebracht. En daardoor krijg je een soort honky-tonk effect. Dat heeft het nummer Lovely Rita opgebracht. Elke video heeft een hello, maar ook een goodbye. Dus ook deze. Als je nou nieuwsgierig bent hoe het originele nummer ook alweer klonk van Lovely Rita, wacht dan even op de laatste dia die je voorbij ziet komen. En dan kun je door op een van de aangeboden video's te drukken het hele nummer nog een keer horen. Inclusief vloedjes en kammetjes. En natuurlijk als je er toch bent, kun je ook even abonneren op mijn kanaal. Hè? Love me do!